Bosbeleid moet ten voordele zijn van de samenleving. Het bosbeleid moet zodanig gevoerd worden dat het regenwoud zodanig behouden blijft dat de samenleving kan genieten van de economische voordelen. De ontwikkeling van deze sector moet op duurzame wijze geschieden, vindt minister Likram Sourdjan van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer. Een aantal zaken is reeds in place, maar het kan nog beter worden georganiseerd, zodat er meer uit de bossen wordt gehaald. Het bos heeft een belangrijke functie als er gekeken wordt naar de rol die het vervult op het gebied van onder andere zuurstof en waterhuishouding. Het kan volgens minister Sourdjan nimmer de bedoeling zijn dat er op een nonchalante manier met het regenwoud wordt omgegaan, waardoor het steeds achteruit gaat. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.